Kuik, of in de Romeinse periode Keuklom genoemd, kent een lange en rijke geschiedenis. In de omgeving van de Sint-Martinuskerk zijn al veel archeologische vondsten gedaan en het eind is nog niet in zicht. De vondsten worden tentoongesteld. Het bekendste is wel de Romeinse brug over de Maas. Op de plek tegenover dit museum staken de Romeinen de Moza over om via Duitsland in Rome terecht te komen. De vondsten zijn tentoongesteld in Museum Keuklom. Dit museum is gevestigd in de 500 jaar oude en 35 meter hoge toren met uitzicht op de Maas. De toren is het restant van de voorganger van de huidige Sint-Martinuskerk. Het museum zit, verdeeld over 4 etages, boordevol met historisch materiaal. De toren is te beklimmen. Je moet er wel lenig voor zijn en niet te stevig geschapen, want om op de torenomgang te komen moet je door een klein luikje naar buiten. Het is echter wel de moeite waard. Je wordt beloond met een prachtig uitzicht over de Mokerschans, de Sint-Jansberg met het daarachter liggende Rijkswald en het achterland van Kuik.